destijds was, om eigenlijk mijn geluk opnieuw te vinden die destijds helemaal kwijt was. En het volgende nummer heb ik eigenlijk gebruik gemaakt van het dalen van iemand anders. Want ik heb zelf niet altijd genoeg dalen in mijn leven. Soms pik ik wel van iemand anders. En zo was ik een keer in een WhatsApp-gesprek beland met een vriendin van mij. En zij vertelde mij dat ze zichzelf zo klein maakte en zo een soort van genegeerd voelde en dat de ander zich maar een soort van verschrikt voelde. En dat herkende ik eigenlijk heel erg. Dus ik heb het gescreenshot in de muziek ondergezet en daar is het niet uitgekomen en het heet Euro Song. Every time I need you.
alles is er al weg. Dus ik heb ook al heel veel plannen. Nu heb ik alles digitaal en ik heb alles gedaan. Google Calendar, ken je dat? En je elke categorie van afspraken een soort van ongeluk geeft. Bij mij is dat helemaal goed. Dan kan je gewoon gaan afspraken. Weken vooruit. En ik vind het precies hetzelfde als dat iemand een afspraak moet maken. Een afspraak maken om een koffie te komen drinken. Zo werkt het nou eenmaal hier. Het wordt eigenlijk een soort van geleefd door je afspraken. Het is zo grappig hoe anders dat was toen we nog kinderen waren. Dat je een beetje kon doen wat in je opkwam. Dat je urenlang hondenduitjes kon maken. Heel lang bleek te duren. Zet twee kans, nog een eeuwigheid. En soms gebeurt er zelfs iets waar je nu nooit meer last van hebt. Verveling. Soms denk ik hoe mooi zou het zijn als we die ruimte terug zouden kunnen pakken. Om dingen te creëren. Te reflecteren, om te dansen, om te spelen, om gewoon te doen waar je in dat moment zin in hebt, om te mogen zijn. Het zou mooi zijn als we op die manier af en toe helemaal en dat de tijd niet alleen maar stilstaat als je slaapt, als je droomt.
Breathe my heart in.
Heel erg graag dat volgen.